Hey. Ja, het is deze week, deze weekend, visfestival. Dus ze hebben al heel veel moeite gedaan om het dorp extra gezellig te maken. Kijk, we hebben zelfs in het dorp een brandweerwagen. Hoe cool is deze? Hij heeft zelfs een naam, hij noemt Alvin. Maar kijk, we hebben dus een brandweerwagen. Cool. En effectief als brand wordt hem opgeroepen om brand te blussen ook. Als hem gestart geraakt natuurlijk. Maar dat is wel tof, lekker retro. Ik ben op weg naar het strand. Zijn heeft daar vannacht overnacht. Ik was heel blij dat dit kon. Want ja, ik heb Peter zijn doodmoe. Afgelopen dagen was er een loslopende hond op het eiland. Vandaar ook dat ik deze video maak voor de mensen met een hond die naar Zweden gaan, naar Noorwegen. Ook al luistert uw hond perfect, want ik had vroeger ook een hond die luisterde perfect en ik kon die loslaten en die bleef mooi bij mij. Het is toch belangrijk om de hond aan de leiband te houden. Hier op het eiland loopt er heel veel schapen. Er lopen ook rendieren met kalfjes. En gewoon het feit, als een hond daar naartoe gaat, kunnen families uit elkaar gedreven worden. En sommige lammen of sommige kalfjes zijn nog niet groot genoeg om op hunzelf te leven. Dus die hebben hun mama nog nodig. En ja, afgelopen 2 dagen ja, was er dus een loslopende hond op het eiland. Kijk hoe gezellig hier. Een schapenfamilie. Niet heel lekker. Maar toch. Maar ook wel een goed plekje, hè. Oh, blijf maar lekker liggen, vriend. Blijf maar lekker liggen, vriend. Dus er was een hond ontsnapt. En ja, er zijn een aantal schapen dood. Ook een paar lammetjes zaten ertussen. Kijk, hond onder leiband. Bordjes staan overal. En ja, er waren wat schapen gewond, ook lammetjes. Dus dat was wel hard om te zien. Ik ben ook mee gaan helpen. Ik heb 2 gewonde lammen ook mee helpen dragen. En ja, dat hoort eigenlijk niet. Dat je ja, zo'n jonge beestjes, ja, dat die afzien. Het gaat om jonge dieren, het gaat ook om oude dieren, het gaat ook om iemands broodwinning. Ik ben blij dat we er enkele hebben kunnen helpen. Ja, ik heb mee een zwaar gewond schaapje, een lammetje, mee naar huis gedragen. Het was hard. Ik voelde het bloed eruit gaan. Het ging met zijn kopje slap. Ik had enorm veel bang dat het lammetje in mijn armen ging sterven. Ik heb daar liedjes voor gezongen. Ik heb daar tegen gepraat. En gisteren stond het terug recht. Dus ik ben wel fier. Ik ben wel fier dat we dat beestje al hebben kunnen redden. Dat is wel een heel grote snede. En ja, er is hier geen dierenarts op het eiland of iemand dat dat kan naaien. Dus wij hopen dat dat toch goed komt. Kijk, en de kamelen zijn buiten. Hier, ik zal ze pietjes van dichtbij filmen. Ik heb ook warme kleren bij voor Joël, want het is redelijk frisjes nu. En die heeft een hele nacht geslapen op het strand. Dus, thank you.
denk dat alle de schapen het nieuws gehoord hebben van de hond, want ze zijn, minstens dat er nu iemand in de buurt komt, zijn ze sneller weg. Maar blijven rustig achter, dat ze zien dat ik geen kwaad doe en dat de families bijeen blijven, en dan komt dat wel goed. En dan kan ik ze straks rustig passeren als ze de weide ingaan. Komt goed! Ik blijf het ook gek vinden dat mensen hier op het eiland een geweer hebben. Dus dat blijf ik gek vinden, dat dat hier mag. Er zijn heel veel mensen met een jachtgeweer. Ook nu met die hond, waar er heel veel met een jachtgeweer zo aan het jagen op die hond. Ik heb er zo toch nog altijd mijn bedenkingen bij van wapens in huis. Ik heb ook gezegd tegen Peter dat ik deze ook nooit niet wil. Dus we gaan ook nooit niet een geweer of een jachtgeweer aanschaffen. Mijn ogen kan dat alleen maar ongelukken mee gebeuren. Of stof vangen. Dus in ons huis komt dat niet. Dus er hebben ook redelijk wat mensen op de hond aan het jagen geweest. Maar uiteindelijk heeft Baasje de hond teruggevonden. En ik vind het ook goed dat Baasje de hond heeft gevonden. Ik vind dat wel belangrijk, ook als Baasje, dat je je eigen hond terugvindt. Dat je dat beestje op zijn gemak kan laten worden, ook na wat dat hem heeft aangericht. Want dat is echt wel een heel bloedbad. En het was wel redelijk hard om te zien.